Hallo, welkom bij de alweer derde aflevering van Zit een oudheidkundige met zijn rug voor een boekenkast. Vandaag wil ik heet Jona Lendering, het hebben over dit boekje. Het heet Mahomet en Charlemagne. Het is geschreven door een beroemde, hele beroemde Belgische historicus uit de eerste helft van de 20e eeuw. Hij heette Henri Pirenne, hij werkte destijds aan de Universiteit van Gent. Daar kwam hij eigenlijk aan de verkeerde kant van de taalstrijd terecht. Hij was een groot voorstander van het Franse taalgebied. In een tijd waarin de Vlaamse beweging steeds meer nadruk legde op het Nederlands. Terecht natuurlijk, de mooiste taal van de wereld, eigenlijk de enige relevante taal. Dat betekende eigenlijk het einde van zijn werkzaamheden in Gent. Hij is uiteindelijk even ten zuiden van Brussel, heeft hij zich teruggetrokken in Ukkel en daar is hij ook overleden. Hij publiceerde dit boek op verschillende manieren, aanvankelijk als een artikel. Manuscript wat uiteindelijk dit boek is geworden, dat is postuum gepubliceerd. Ik geloof dat de 35 is afgerond en de 37 is gepubliceerd. Ik kijk het even na voor alle zekerheid. Ja, op 4 mei 1935 om 10:30 in de ochtend, daar kunt u het lezen, heeft hij het manuscript afgerond en het is na zijn dood pas gepubliceerd. Mahomet en Charlemagne. Waarom is dit een verschrikkelijk, verschrikkelijk belangrijk boek? Zelfs als de hoofdthese tegenwoordig geldt als achterhaald. Om dat te begrijpen moeten we eerst even terug naar de 18e eeuw. Europa begint in die tijd wat imperia op te bouwen. Nederland zat daar in Indië en in Suriname. De Belgen zouden niet veel later de Congo krijgen. Er waren imperia en wij keken naar die imperia, wij zijn Europeanen, wij keken naar die imperia als dat kan best wel eens zoiets worden als het Romeinse Rijk. Dat kan ten onder gaan. Als je leest wat reizigers in die tijd schrijven, als ze in Palmyra komen of in Baalbek, of ze beginnen te mijmeren over de eindigheid van alle dingen en dat alles nou eenmaal aan de tijd onderworpen is, of ze beginnen te mijmeren over de ondergang van alle wereldrijken die er zijn geweest. Dat hing nogal in de lucht, deze thematiek. Nou, hoe kwamen die rijken ten onder? Hoe kwam dat zo? Een van de eerste antwoorden die daarop gegeven werd, was dat het gekomen was door grote invasies. Nou, kennen we inderdaad uit de diverse bronnen wel een hele hoop volken die het Romeinse Rijk zijn binnengekomen. En hier hebben we wat namen. De Visigoten, die zich uiteindelijk in Catalonië vestigden, dat is dan ook naar hun genoemd. Cata is goten. We danken nog steeds het spreekwoord leven als een goot in Frankrijk aan hen. Dat komt echt niet van God, maar van goten. De Sueben, afkomstig uit Schwaben, en vestigen zich in Galicië, in het noordwesten van Spanje. De Vandalen, Vandalusië. De Ostrogoten, die zich uiteindelijk in Italië vestigen. En de Franken, die zich uiteindelijk vestigen in het noorden van Gallië. En later, komend vanuit Nederland, eigenlijk België onder de voet lopen, Frankrijk onder de voet lopen. Het grapje wat we altijd maken is dat de geschiedenis van Nederland begint met de verovering van Frankrijk. Dat is niet helemaal gelogen. Nou, die invasies die hebben plaatsgevonden, maar in de 19e eeuw hadden ze eigenlijk al lang in de gaten dat deze ideeën, dat catastrofaal was geweest. Zoals onder andere door Edward Gibbon verdedigd is geweest in een berucht werk, Decline and Fall of the Roman Empire. Niet lezen, wel mooi geschreven, maar allemaal onzin. In de 19e eeuw kregen we het idee, dat klopt allemaal niet. Het is allemaal veel genuanceerder. En er zijn twee grote visies op geweest. Beide vonden stellen dat veranderingen in de economie de weerstand van het Romeinse Rijk veranderden. De ene is wat meer liberaal, de andere is wat meer marxistisch. Dan kun je dus het einde van een slavenproductiewijze zien als de oorzaak van de veranderingen. Nou, Pirenne die dacht daar ook eens over na en die zat eigenlijk een beetje meer in die liberale sfeer. En die had inderdaad, die ging gewoon eens kijken van wat staat er nou eigenlijk in de bronnen, wat is nou ons bewijsmateriaal? En hij constateert eigenlijk dat de eerste grote Frankische dynastie, de Merovingen. Hier ziet u ze, de Merovingen. Dus dat is koning Clovis, dat soort lui. Die hadden eigenlijk een hele stedelijke economie. De cultuur van de late oudheid, die Piran aanduidt als Romania. Die cultuur die was eigenlijk niet wezenlijk veranderd. Nog steeds christelijk, dat was misschien wat anders dan de klassieke cultuur. Maar eigenlijk, grosso modo, was alles hetzelfde gebleven. De steden bestonden, de handel tussen het oostelijke en het westelijke Middellandse Zeegebied bestond nog.
En had hij hele leuke bewijzen voor. Zo wees hij erop dat bijvoorbeeld de pauselijke bullen in Italië nog altijd op papyrus werden geschreven in de Merovingische tijd. Wat duidt op handel met het oostelijk Middellandse zeegebied. Dat was een heel geestig argument. Daarna veranderen de dingen. En in de tijd van de tweede grote Frankische dynastie, dat zijn de Karolingen, dat culmineert in Karel de Grote rond het jaar 800. Toen waren de steden in verval geraakt. En dat is ook op zich wel klopt dat ook. Als je gaat kijken naar stadsmuren, dan zie je dat ze kleiner worden, die steden. Of ze verdwijnen zelfs. De handel neemt af. En opnieuw had Piran daar hele geestige argumenten voor. Let wel, hij schrijft aan het begin van de 20e eeuw. De archeologie was nog niet helemaal wat wij ervan verwachten. Inderdaad, Barcelona is een stuk kleiner. Rome wordt een stuk kleiner. Alles contraheert in deze tijd. Dus wat Piran eigenlijk zegt, is dat er tussen de Merovingen en de Karolingen, dat daar de feitelijke breuk zit. Daar houdt de oudheid op. En ja, de Germanen die zijn gewoon geassimileerd, zegt Piran. En dat is iets wat was eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. Dat was niet het catastrofale verschil dat daar lange tijd voor aangenomen is. Nou, dat publiceerde hij. Daar is heel erg over gediscussieerd. Jaren 40, jaren 50, jaren 60. Eindconclusie was eigenlijk, het klopt niet. Er waren twee argumenten. Eén van komt vanuit de oude geschiedenis. Dat is het beroemde modernisme-primitivisme-debat. Conclusie daarvan is, de antieke economie is eigenlijk altijd heel erg primitief geweest. Heeft nooit heel erg veel handel toegestaan, 10% op zijn hoogst. En 90% van de mensen was boer, bleef boer. Het wegvallen van handelsstromen of het voortbestaan van handelsstromen tussen het oostelijk en het westelijk Middellandse zeegebied kan niet echt superbelangrijk zijn geweest. Groot deel van de economie was niet in munten uitgedrukt, dus de zilveruitruil tussen oost en west maakte ook al niet zo gek veel uit. Eind van het liedje was volgens de consensus zo rond het jaar 1970. Piran heeft zich vergist als hij zegt dat de handel ervoor zorgde dat er continuïteit bleef bestaan. Dan moeten we nog even weten, de grappige draai die Piran gaf aan waarom verandert het eigenlijk dan. Hij zegt, het wegvallen van de handel tussen oost en west, dat werd veroorzaakt door Mohammed, de opkomst van de islam. Daardoor was er geen handel meer mogelijk tussen het oostelijk en het westelijk Middellandse zeegebied. Geen zilver meer, geen papyrus meer. En dat verklaart dus de overgang van de Merovingen naar de Karolingen, van de late oudheid naar de vroege middeleeuwen. Dat is hoe Piran het zag. Maar ja, als die handel eigenlijk niet zo belangrijk is, zoals we rond 1970, 1980 dan wisten, dan is deze hypothese eigenlijk niet meer mogelijk. Er was nog een tweede belangrijk argument. Daar hadden we de archeologie voor. Eigenlijk klopte de chronologie niet. Simpel gezegd, de steden raken in verval. Het is absoluut gedocumenteerd. Elke Belg kan nu wijzen op Apamea, waarvan de resten te zien zijn in het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis in Brussel. Die stad raakt al voor de islamitische veroveringen in verval. Dus het grote kladderadatsch kan niet veroorzaakt zijn door de islam. Sterker nog, het lijkt er eerder op dat de islam zich kon expanderen, juist omdat de steden al in verval waren geraakt. Het is dus oorzaak en gevolg wat wordt omgedraaid. Tegenwoordig denken we eigenlijk dat de grote kladderadatsch veroorzaakt is door natuurrampen. Denk aan epidemieën en dat soort ellende. Vulkaanuitbarstingen rond het midden van de 6e eeuw. Dat is dan het moment waarop de late oudheid ten einde gaat in de middeleeuwen beginnen. Althans, dat is hoe we het nu zien en binnenkort zullen we het wel weer anders zien, want dit blijft een open vraag. Nou, Piran heeft dat allemaal neergesmeten. Rond 1980 was dus duidelijk, het klopt niet wat hij zegt over dat verdwijnen van dat contact tussen oost en west. Maar er kwamen toch nieuwe ideeën, want er gebeurt toch wel iets geks met Karel de Grote. Ineens is er weer zilver, er is een renaissance. Er worden weer boeken afgeschreven. Er is echt iets verbeterd met Karel de Grote. Nou, daar kwam een aanpassing op. En dat is dit leuke boekje. Dat is ook wel aardig om te lezen. Van Hodges en Whitehouse. En die zeggen van, ja, er is toch wel een overeenkomst tussen de opkomst van de islam en het begin van de regering van Karel de Grote. Alleen, het is iets heel anders dan gedacht. Het zit in een stroom van zilver die vanuit het kalifaat van Bagdad, gigantische stad volgens Hodges en Whitehouse, naar het westen kwam, naar Aken. En dat is helemaal via de Noormannen gegaan. En dat hebben ze ook gedocumenteerd. Wij moeten daarbij denken aan steden als Haithabu in het noorden van Duitsland.
of Dorestad bij ons in Nederland. Dat zijn enorme, enorme nederzettingen geweest. Met heel veel handel die daar heeft plaatsgevonden. Misschien moeten we daar tegenwoordig ook Katwijk, Rijnsburg, dus de monding van de Rijn aan toevoegen. Er is echt heel erg veel handel. En eens waarbij dus zilver vanuit het Verre Oosten, Bagdad, helemaal naar het Westen komt. En dat is dan de financiering geweest, of de mogelijkheid van de Karolingische Renaissance. Weer een andere hypothese. Ik ben er niet per se door overtuigd, het is ook niet zo belangrijk wat ik ervan denk. Maar wat duidelijk is, er zijn andere visies mogelijk. Op het einde van de oudheid, begin van de middeleeuwen en de relaties tussen Oost en West, tussen de islamitische en de christelijke wereld, zo u dat wil. Het laatste bijdrage, dat is dit prachtige boek. Ja, u zit er niet veel aan af, maar het is het boek van Misha Meyer. Het is vorig jaar verschenen en het heeft terecht een prijs gekregen. Dit is iemand die wel een prijs mag winnen. Ik ben het kapot aan het lezen op dit moment. Ik ben er al een tijdje mee bezig. U ziet, het heeft zijn schade al gehad en de stofjas is er al vanaf, stofkaft. Maar u merkt, als u het boek vergelijkt, Meyer heeft wat meer pagina's nodig dan zijn Belgische voorganger. Het ene boek is dik, het andere boek is dun. Dat is voor een deel een erkenning van het feit dat we veel meer data hebben. We weten gewoon meer. Het is ook een erkenning van het feit dat we het veel genuanceerder zien. Bij Meyer krijg je niet het gevoel van er is één verhaal te vertellen. Er is één oorzaak. Het wordt veel complexer. Hij beschrijft ook, om de waarheid te zeggen, in zijn boek over grote volksverhuizingen een veel complexere en langere periode. Grotere wereld ook. Drie continenten, een eeuw of vier. Het moet wel dik worden. Maar er is sinds de dagen van Piran heel erg veel materiaal bijgekomen. En de duidelijkheid verdwijnt. Je moet het vergelijken, denk ik, met een foto. Van een afstand kun je scherp zien wat het is, maar als je dichterbij komt en je zoomt in, dan vervaagt het plaatje. Je ziet steeds meer pixels en steeds minder plaatje. Dat is ook een beetje wat er sinds Piran is gebeurd. We hebben scherpte verloren. We weten meer en Piran is eigenlijk de laatste geweest die één grote, allesomvattende these kon presenteren. En in zekere zin heeft hij daarmee een discussie gevormd. En ik zou één ding nog even willen benadrukken. En dat is iets wat ik zojuist heel terloops zei, deed ik met opzet, omdat ik mijn uitsmijter niet weg wilde geven. Maar Piran is de eerste geweest die benadrukte die Germanen assimileerden. Al sinds 1937 is er eigenlijk niemand meer die zegt dat die Germanen met hun invasies, dus die Visigoten en die Sueben en die Vandalen en die Ostrogoten en Franken, dat die een einde maakten aan de oudheid. Ze assimileerden. Dit is zo'n ongebruik gewoon ingeburgerd inzicht geweest, dat we eigenlijk niet meer herkennen dat het ooit een keer een nieuw idee is geweest. Dat is heel belangrijk. Dus we doen misschien wat lacherig over het idee, eerst de opkomst van Mohammed en pas daarna begon de middeleeuwen. Dat klopt niet, dat is waar. En daar kon Piran ook niks aan doen, want die had die archeologische dateringen niet. Het primitivisme-modernisme-debat moest nog plaatsvinden. Hij kon dat niet weten. Maar wat hij uiteindelijk wel heel goed heeft gezien is, Oost en West hangen samen. En vooral, die Germanen kunnen het einde niet hebben betekend, want die zijn geassimileerd. Laatste punt wat ik nog wil noemen, dat zijn er twee. Het ene is, ik weet eigenlijk nog steeds niet of je Piran of Piran zegt. Dat heeft iets te maken met roestig Frans helaas. En het tweede punt hangt daarmee samen. Als u ooit besluit uw roestige Frans op te halen, ja, je moet een taalkursus doen en heel veel praten. Maar als dat niet gaat, kun je in ieder geval het boek van Piran lezen. Ik toon het u nog een keer. Dit is het dus. Het kost een tientje, daar laat je het echt niet voor liggen bij de boekhandel die u moet helpen. Want dat is ook heel belangrijk dat we de lokale boekhandel helpen. Mohammed en Charlemagne, het is echt een geweldig mooi boek. Als u houdt van het Frans van Maigret, die verhalen, dan is dit ook uw boek. Het leest als een trein. Het is een hartstikke tof geschiedenisboek van een kaliber dat er eigenlijk niet meer is. Ik adviseer u dit van harte aan. Dit moet u lezen. En ik hoop dat ze in Gent ooit nog eens een keer een bescheiden gedenksteentje aanbrengen. Van hier heeft hij gewoond. Want het huis waar hij woont is helemaal niets te zien. Vond ik heel triest. Dit moet u lezen. Een van de belangrijkste geschiedenisboeken aller tijden. Zo belangrijk dat we het niet eens meer weten hoe klassiek dit eigenlijk is. Ik dank u voor uw aandacht.